Dag! Hallo! Ga ik toch maar weer een keer iets reviewen, in dit geval een chroma plantaardig bakvet. Waarom ga je dat reviewen? Kijk, het is goed eerlijk bakvet, gelig, ietsjes donkerder en dat komt door de smaakstoffen die erin zitten. En dan moet je echt gewoon stukken van afsnijden. Nee, dat ga je toch niet eten, dat is puur vet! Auw. Wat? Wat doe je dan niet? Als je dit in je mond stopt, dan weet je dat je goede kwaliteit bakvet te pakken krijgt. Dus dan wel echt de... Chroma plantaardig bakvet. 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 En als ik dan bijvoorbeeld Bleuband pak of Jumbo eigen merk? Moet papa soms boos worden? Nee. Laat, nee, hoeft niet. Nee. Chroma is het beste. If you don't know about Deco, buy now Rubrik, check out the bakvet. Nou, dit is echt gewoon, ja, echt vettig. Ja, dat weet ik, daarom eet ik het niet. Dan heb je van die gastjes, weet je wel, die doen dat dan gewoon met een slagroom dieet. En dan zeggen ze, het lukt me niet om aan te komen. Ik denk eigenlijk dat bijna niemand klaagt om aan te komen, behalve maar om af te vallen. Maar ga door met je verhaal. Nee, ja, vind je het gek dat je niet aankomt? Je moet gewoon goede plakken bakvet tussen je maaltijden eten. En dan? Dan komt het helemaal goed. Kijk maar naar mij, kijk hier. Nee, ik hoef dat eigenlijk niet te zien. Moet papa soms boos worden? Nee, laat maar zien dan. Dat is een pens. En dit is een hangflapper. En dat krijg je alleen maar met goed bakvet voor elkaar. Ja, dat zal wel dan de droom zijn van iedereen, hè. Zo'n mooie hangflappen. Afsnijden. In je mond stoppen. Gewoon maar bakvet. Geen Jumbo of Bleuband of weet ik veel, C1000 bakvet, want... Moet papa soms boos worden? Dat wil je natuurlijk niet. Dus gewoon goede chroma bakvet afsnijden. Ja. Ook om in te bakken en braden, hè, voor je biefstuk en je kip. Kijk, zelfs dat nog. Maar als je op gewicht wil komen, ideaal. En nog lekker op de koop toe. Ja joh, is goed. If you don't know about Deco, buy now Rubrik, check out the bakvet. Zo, dat was alweer de random video. Zul je dat er vorige week geen video was? Er kwam dat Jaren op vakantie was en ik kon dus niks opsturen. Volgende week waren we gewoon en nu gaat het gewoon verder. Maar ik wil even nog één ding zeggen en dat is, misschien kan je mijn eigen kanaal met een vriend van mij ook even checken. Dat is gek geboren, we doen allemaal gekke shit. En misschien wil je dat even checken, dat zullen we heel erg appreciëren. Maar in ieder geval, dit was het jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!